Een nachtje slapen op school, levend tafelvoetbal en nog een keer uit je dak met klasgenoten. Zomaar wat voorbeelden uit het examenstuntprogramma van het Eckhart College in Woensel. Ook dit jaar hebben de examenkandidaten weer van alles op touw gezet. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Je ziet het zelf, het is zo gezellig hier op school. En net wat je zegt, dat ze het zelf hebben gedaan, dat vind ik gewoon fantastisch. En als je de aula ziet, hoe prachtig die is ingericht en hoe goed de leerlingen zich gedragen. Het is gewoon een hele gezellige, leuke sfeer. We zijn de afgelopen week een beetje bezig geweest met het in elkaar zetten, contact te leggen met bedrijven. En een beetje kijken hoe we het mooiste kunnen neerzetten op een dag. En een beetje rustig met iedereen, een relaxe sfeer. Daar hebben we een beetje naar gestreefd, zeg maar. Mooie club gemaakt. Zijn we vannacht met z'n allen inwezen slapen met de eindexamenleerlingen. We hebben hier een levend tafelvoetbal. En dat was ook een beetje de bedoeling voor de leraren, maar ja, de leerlingen staan er nou zelf ook in. We hebben nog een frietkraam, we hebben gewoon zoiets van, als mensen iets willen doen, dan doen ze het maar gewoon. Gewoon een beetje gezellig maken. Het zou anders de voorgaande jaren, maar... Wat is het anders? Nou ja, normaal zat het op het grasveld en nou eens een keer hier met zo'n ding. Het is ook wel gezellig om een keer iets anders te hebben. Ik vind het heel gezellig, overal leuke activiteiten dus. Ja, heel gezellig. Het programma is gisteren al begonnen en liep de hele nacht door. Is het niet spannend om de leerlingen hier te laten slapen vannacht? Ja, het is altijd een beetje spannend. Ja, en je probeert goede afspraken te maken en gelukkig houden leerlingen zich daaraan. Dus het is gewoon heel fijn gegaan. Het was niks voor u om hier een matrasje uit te rollen vannacht? Ik heb het toch maar niet gedaan, nee. Ik heb heerlijk geslapen, ik wilde wel fit genoeg zijn voor vandaag. Ja, en dat is gelukt. Leuk. Waarom? Ja, hoe gezellig, kletsen en zo. Leuk. Hoeveel mensen hebben jullie daar geslapen eigenlijk? Geen idee, dat weet ik echt niet. Heel veel mensen. Dat weet ik echt niet. En wat doe je dan de hele nacht? Kletsen. Ja, leren, al die dingen. Dansen. Ik heb niet echt heel veel geslapen, dus dan eigenlijk voelt het niet echt als een ochtend. Want wat heb je vannacht allemaal gedaan? Nou, we zijn hier op school blijven slapen, in de aula. En daar hebben we zeg maar een soort feest gehad eigenlijk. Terwijl de Eckhart-leerlingen nog ontspannen genieten van hun feestje, beginnen de VMBO-leerlingen van de Roy Pannen vandaag al aan hun eerste examen. Het praktijkexamen serveren. Het is gewoon voornamelijk mensen serveren. We kunnen het groepjes doen, maar we doen het vandaag doen we het zeg maar alleen en dan vier personen. En dan echt praktijkgericht. Dus gewoon de tafels opdekken, de dingen serveren aan de gasten. En voor de rest is het gewoon... Normaal, als een normaal examen alleen, dan is het gewoon praktijkgericht. Maandag gaan de centrale examens van start. Dan begint voor alle eindexamenscholieren het echte werk. En is de tijd van feesten en ontspannen voorlopig even voorbij.